Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. Zoals jullie zien, ik ben een stuk verder sinds de vorige filmpje. Dit komt omdat ik voor 2 weken geleden, of 3 weken geleden, had ik een Prison Architect filmpje gemaakt. Maar op een of andere manier, dat was ook de reden waarom er überhaupt geen filmpje was. Mijn harde schijf was gecrashed, waar dus al mijn videobestanden op stonden. Ik heb dus daardoor ook mijn intro opnieuw moeten maken, zoals jullie hebben gezien waarschijnlijk al, en anders bij dit filmpje heb je gezien. Maar ook bij Prison Architect filmpje was kwijtgeraakt. Dus daardoor ben ik nu een stuk verder. Ik merk alleen nu wel, ik dacht dat al deze showers al goed waren. Ja, het zijn ze ook. Ze zijn al een beetje buggy. Ik heb dus al CCTV en al dat soort dingen. Ik weet alleen nu niet waarom hij niet CCTV, goed om te weten. Moet echt, nee, ik snap hem al. Elektra werkt alleen binnen dat hij zo gaat verspreiden waar het nodig is. En buiten moet je dus blijkbaar, hopelijk werkt hij wel buiten, moet hij dus of wat zou ik zeggen? Oh ja, of je moet hem dus blijkbaar direct stroom geven. A close surrounded by walls and doors. Ja, dat probeer ik ook. Dump. En dan objecten. Solitary door. Plop. Jij mag. Waarom blijft deze open? Blijkbaar blijft hij open. Dat vind ik vreemd. Maar goed, ik ga nu alsnog even verder. Ik heb nog niet besloten wat ik in dit filmpje ga doen. Wat ik nu wel dus weet. To lockdown one require medical attention. Ja. Hoe kan ik hem Waarom kan ik hem dan nu? Hoe werkt dat? Nou, ik weet dus niet hoe ik hun weg kan sturen, want ik snap niet waarom zij nu niet gaat rusten. Maar goed. Your prison is close to new image. Ja, dat klopt. I'm in danger. Self prisoners of serial serious complaints. Hoe ga ik het oplossen? Oké, dit is de. Dit is nieuw volgens mij. In elk geval, ik had nog in geen enkele map had ik dit gehaald. Waar staat hij? Hier, deployment. En daarmee kan ik dus regelen wat allemaal gedaan wordt. Oh, en nu snap ik waarom die unlocked zijn. Ja, oké.
protected only. Dat hoeft op zich niet. Maar ik snap nog steeds niet waarom het zo glimt. Maar goed. Protected only wordt daar en daar. Staff only. Staff only. Ja, oké. Okay. Ik ga nu de tijd even wat sneller zetten. En deze office afbouwen. Want waar had ik ook alweer blijkbaar nou access? Ja, oké. Okay. Dat komt doordat die deur op normal moet gaan. Oké. CCTV is in orde. Ik ga nog even utilities. Waar zal ik een CCTV ophangen? Wat is er mis met jullie? Build more CCTV monitors. Connect. Jij. En jij? Is nu goed? Ja. Zo. Oké, okay, hij gaat niet werken. Dismantle. En jij dus ook niet. In elk geval. Zo lijkt het. Ik denk dat ze niet helpen. Ik hoop eigenlijk dat ze dat wel doen. Dump. Dump. Oh. Nu wordt het gezien als garbage. Oké. Okay. Nou ja. Oh. Dit wordt erger. 4 prisoners are suppressed, compliant. Deterrent. 1 punishments have been handed down recently. Yeah. Sorry, dat was ik. 1 require medical attention. Oké. Okay. Dan ga ik dat proberen te regelen. Waar gaat hij heen? Oh. Oké, okay, ze hebben shifts. Oké, okay, dat is best nice. Hij haalt het gewoon nog goed. Oké, okay, ik ga even kijken wat ik nu allemaal nog moet doen. Ze zijn nu op de yard. Alleen daar zijn ze niet. Waarom zijn jullie daar niet? Oké. Okay. Blijkbaar gaan ze daar niet heen. Zal het komen doordat hij dat heeft? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ga er wel even voor zorgen dat hier komt te staan. Hoe heet dat ook weer? Barrel detector. Zodat als ze hier nog heen willen, dat ze dan guard. Hoe deed ik dat daar straks? Hem ergens heen sturen. Oké, okay, ik ga gewoon even normaal bewegen. Zo. Jij. Ach, daar gestaan. Ja, goed zo. Ja, oké. Okay. Als er dan bezoekers komen, dan kunnen zij niks inswakkelen.
naar binnen smokkelen, moet ik eigenlijk zeggen. Insmokkelen is niet echt een woord. your prison is in... Ja, oké, laat maar. Why require medical attention? Wat ben jij? Ga er dan heen? Waarom? Ik weet niet waarom hij nu niet behandeld gaat worden. Ik ga even op het internet opzoeken hoe ik moet zorgen dat ze behandeld worden. En dan kom ik zo weer terug. Nou, ik ben erachter gekomen hoe het moet. Dus eerst moet ik een dokter selecteren. Blijkbaar is de dokter nu ergens heen. Oké, daar is een dokter. Dokter selecteren en dan rechtsklikken op een gevangene. Hé, het gaat werken. En dan... Jij? En er was er nog één, dacht ik. Oh, wow, 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 wow. 13 prisoners have serious complaints. Ja, ze kunnen niet eten. En ik denk... dat dat hierdoor... komt. Oké. Okay. Ik weet niet wat dat deed. Maar goed. Hopelijk. Yes. Nu kunnen ze gaan eten. Yes. Yes! Dan zal nu mijn ding wel omlaag gaan. Oké, mooi. Ze zijn nu allemaal... Goed. Ik ga schoonmaken. Schoonmaken. Weet je wat het is? Ja, jullie mogen gaan rusten. Ja, ga ook gaan rusten. Oké, dat werkt dus niet. Waarom ga jij niet rusten? Ga rusten. Nou goed. Ja. Dat is vrijgegeven. Shower. Waarom gaan ze niet douchen? Oké. Blijkbaar moeten ze... Ja. In elk geval, ik weet nu dus dat dingen zoals de kantine en de shower, oh, en de yard natuurlijk, oh, nee, die yard misschien, die dus vrijgegeven worden omdat ze er anders niet heen mogen. Oké. Uh-oh. Dat eruit. Goed. Mij mogen jullie gaan eten hoor. Shower. Ze hebben dat gegeten. Oh wacht, toen mochten ze nog niet eten. Oké. I see. Gaan we eten? Zij gaan nu eten. En ik ga niet eten. Maar ik ga wel het filmpje afsluiten. Want er zijn 5 minuten voorbij. Laat even trouwens weten of jullie 15 minuten filmpjes een goede lengte vinden.
Want met sommige games heb ik zoiets van... Oké, 15 minuten is behoorlijk lang. Zoals Minecraft Megablocks. 15 minuten daarin is vrij lang, omdat het ook vaak behoorlijk saai is. Laat ik even weten of je zoiets als Minecraft Megablocks toch wil zien. En laat even weten, het is een heel veel laten weten, maar ik probeer een beetje te updaten en wat meer wat jullie graag willen zien doen. Laat even weten wat jullie favoriete afspeellijst is. En wat ik meer moet gaan doen, of juist minder, of totaal niet meer moet gaan doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Yes.